Hoi, ik ben Ellen Volders en vandaag zoek ik uit hoeveel je kindje moet eten. Weet jij hoeveel dat een kindje tussen 6 maanden en 1 jaar moet eten? 200 gram of 300 gram, zoiets. Ik heb echt geen idee eigenlijk. Rond 200, 250 gram. Hoe zat die verhouding dan tussen vlees, aardappelen, groenten? Sowieso de helft was groenten. En ik denk dan een vierde koolhydraten, dus aardappeltjes of rijst. En dan een vierde vlees of vis of kip. Ik zou van alles een derde nemen. Toch een beetje groentjes, een beetje aardappelen, een beetje vlees. We moeten dan alles opeten volgens jou? Misschien ook wel een paar keer proberen, maar als ik echt de indruk heb dat het genoeg is, dan zou ik stoppen. Nee, want vroeg of laat eten ze toch zeker wat ze nodig hebben. Ja, ik heb heel veel verschillende dingen gehoord. Ik ga dus vragen aan de voedingskundige van Nutricia wat zij jonge ouders adviseert. Want zij weet dat natuurlijk zeker. Ik zit hier bij Nutricia bij voedingskundige Mimi. Mimi, zo'n potje, moet dat nu in één keer helemaal op? Nee hoor, vaste voeding begin je tussen 4 of 6 maanden, maar dat zijn oefenhapjes. De borstvoeding blijft de belangrijkste voeding voor je kindje tot 6 maanden. Na 6 maanden kan je wat meer vastere voeding geven, maar of dat hij nu het potje leeg eet of half leeg eet, dat maakt nog niet uit. Mimi, een baby van 6 maanden, wat heeft hij nu dagelijks nodig? Wel, jij bepaalt als ouder wat het kindje eet. Het kindje bepaalt hoeveel het eet. En dat kan erg verschillen van kind tot kind. Maar je kan als richtlijn aanhouden voor een warme maaltijd. 25 gram vlees of vis, 50 gram aardappelen of pasta en 125 gram groenten. En wat doe je dan met het potje Olvariet als het niet helemaal op is? Wel, als je dat potje Olvariet half uitschept met een propere lepel en je sluit het goed af en je zet het in de koelkast, dan kan je het nog een dag bewaren. Oké, Mimi, dankjewel. Heel fijn om te weten. Doei!